Hallo en welkom bij dit filmpje over het Habsburgse Rijk. In de nieuwe tijd waren de Habsburgers een van de machtigste adellijke families. Ons verhaal begint in de 16e eeuw in Europa, en het maatschappelijk domein is politiek, want het gaat over macht. In dit filmpje zoeken we het antwoord op drie vragen. Ten eerste, hoe bouwden de Habsburgers hun rijk in Europa uit? Ten tweede, hoe probeerden ze hun rijk te besturen? Ten derde, met welke problemen kregen ze daarbij af te rekenen? We beginnen bij het begin. Hoe bouwden de Hasburgers hun rijk uit? Het antwoord op die vraag begint in onze eigen Vlaamse stad Gent, bij Karel V, een vorst uit de uitzonderlijke familie van de Hasburgers. De kleine Karel werd in 1500 geboren in het Prinsenhof in Gent. Zijn ouders noemden hem naar zijn overgrootvader. De Bourgondische hertog Karel de Stoute. Zijn overgrootmoeder, Margaretha van York, droeg de kleine Karel in haar handen naar de kerk om gedoopt te worden. Karel zou door zijn afstamming vele gebieden erven. De Nederlanden werden zo onderdeel van het grote Habsburgse Rijk. Kijken we even van naderbij naar de stamboom van Karel V. Langs moederskant zien we dat zijn grootouders Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië waren. Van hen erfde Karel heel Spanje. Langs vaderskant was zijn grootmoeder Maria van Bourgondië. Van haar erfde Karel de Nederlanden. En van zijn grootvader langs vaderskant ten slotte, dat was Maximiliaan van Habsburg, erfde Karel Oostenrijk. Via deze keizer Maximilian kwam Karel ook in aanmerking om keizer te worden van het Duitse Rijk. Zoals je kan zien op de kaart, erfde Karel een gebied dat versnipperd was over heel Europa. De verschillende gebieden van Karel V hoorden enkel samen omdat ze dezelfde vorst hadden. Onze eerste vraag kunnen we dus beantwoorden door te stellen. Dat de Habsburgers hun rijk uitbouwden door erfenissen en een uitgekiende huwelijksstrategie, met andere woorden, door te trouwen met de juiste mensen. Over naar onze tweede vraag: hoe probeerden de Habsburgers hun rijk te besturen? Na de dood van zijn grootvader Maximiliaan werd Karel kandidaat om keizer te worden van het Duitse Rijk. Zeven Duitse keurvorsten moesten daarover beslissen. Karel probeerde die vorsten om te kopen. Hij stuurde ook een leger naar de plaats waar de zeven vorsten vergaderden. Uiteindelijk kozen de Duitse keurvorsten Karel V als keizer in het jaar 1519. Karel probeerde in zijn rijk bovendien een centralisatiepolitiek te voeren. Dat betekende dat de vorst zoveel mogelijk macht naar zich toe probeerde te trekken. Voor de Nederlanden bijvoorbeeld zorgde dit voor meer eenheid. De afzonderlijke provincies werden één staat. Daarbij kreeg Karel af te rekenen met heel wat verzet van lokale machthebbers. Maar dit was slechts één van Karels problemen. Wat ons bij de derde vraag brengt. Met welke problemen kregen de Habsburgers af te rekenen? In Duitsland begonnen veel mensen de ideeën van de kerkhervormer Maarten Luther te volgen. Omdat keizer Karel V overtuigd katholiek was, vervolgde hij die mensen. Een ander probleem ontstond in de betrekkingen met Frankrijk. Omdat de Franse koning zich bedreigd voelde door de macht van Karel V. Zijn land werd namelijk omringd door Habsburgse gebieden, voerden Frankrijk en Habsburg heel wat oorlogen tegen elkaar. Bovendien lagen Karels gebieden wel erg ver uit elkaar. Hoewel Karel jarenlang zijn best deed om zijn macht te versterken en opstanden te onderdrukken, werd het hem in 1555 allemaal wat te veel. In dat jaar deed hij afstand van de troon ten voordele van zijn zoon Philips. En zijn broer Ferdinand. Om zijn erfenis veilig te stellen, verdeelde Karel V dus zijn gebieden. Zijn zoon Philips II kreeg onder andere Spanje, de Nederlanden, zijn Italiaanse gebieden en vooral de Amerikaanse kolonies. Ferdinand, de broer van Karel, bestuurde de Oostenrijkse gebieden en kreeg ook de keizerstitel. Door die gebiedsverdeling splitste de Habsburgse familie zich in een Spaanse en een Oostenrijkse tak. De Spaanse Habsburgers voerden in de 17e en 18e eeuw oorlogen tegen Protestantse vorsten, als ook tegen Engeland, Frankrijk en het Ottomaanse Rijk. Die oorlogen betaalden ze met zilver uit Amerika, maar de uitgaven waren veel groter dan de inkomsten. In de 17e eeuw brokkelde de Spaanse macht af. In 1700 stierf de laatste Spaanse Habsburger Karel II zonder kinderen en dus zonder opvolger. Karel II was mentaal en lichamelijk gehandicapt. De verklaring hiervoor vind je terug in Karels stamboom. Veel van zijn voorouders trouwden allemaal binnen dezelfde familie. De Oostenrijkse Habsburgers daarentegen bouwden wel een sterk rijk op, vooral in Centraal-Europa. Dat rijk bleef voortbestaan tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918. De Oostenrijkse Habsburgers heersten onder andere over het huidige Oostenrijk, Hongarije, België, Tsjechië en Slovakije. Dit schema geeft je een goed overzicht van wat we net gezien hebben. Zo, dat was het. Bedankt voor het kijken.